We zitten nu al een tijdje in lockdown en we kunnen misschien zelfs spreken van een eucharistische vasten, nu het in de praktijk onmogelijk is om met velen ons geloof te vieren. Hoe kunnen we dan toch de eigenlijke vasten zinvol beleven? De corona is inderdaad een tijd om na te denken. Ik heb het vorig jaar een corona-retraite genoemd, maar het is een retraite die blijft duren. De mensen beginnen het wel te voelen, hoe langer hoe meer. Ik zou graag, dat is ook de bedoeling van de vasten, denk ik, een aantal vragen stellen voor mensen die lijden onder het tekort aan mogelijkheden om hun godsdienst te beleven. Denk eens na over wat je voelt, wat je eigenlijk voelt, als je de Eucharistie mist, bijvoorbeeld. Wat is die Eucharistie voor jou? Misschien is het tenslotte minder dan de Eucharistie zou willen betekenen. Ik bedoel daarmee het volgende. Je kan naar de mis gaan als naar een persoonlijke devotie. Ik denk dat sommige mensen dat op die manier beleven. Daartoe beperkt het zich ook, heel het spirituele leven. We gaan de zondag naar de mis. Iemand anders zal misschien meer houden aan de paternoster en iemand anders gaat naar de kruisweg en ik ga naar de mis. De coronaperiode is een gelegenheid om zich de vraag te stellen, is de Eucharistie niet meer dan dat? En als ik de Eucharistie mis, wat is dat dan? Mis ik dan eigenlijk veel of weinig, tenslotte? Ik heb de laatste weken vrij veel mensen ontmoet, vooral de zaterdagnamiddag. Die vraag is regelmatig naar boven gekomen. En ik heb dan de vraag gesteld, wat heb je buiten de Eucharistieviering? Er zijn veel andere mogelijkheden. Geestelijk leven, dat is ook persoonlijk gebed. Het is ook de schrift lezen, de Lectio Divina, de schrift op een biddende manier lezen. Je kan ook in deze lockdownperiode samenkomen met mensen, op een beperkte manier, maar het kan. Je kan thuis huisliturgie vieren. Je kan met enkelen samen, fysiek of digitaal, een contemplatieve dialoog organiseren, het samen mediteren rond de schrift. Dus er kan eigenlijk toch heel wat. Dan hoor ik regelmatig het antwoord, maar ik heb dat nooit geleerd. Het is niet zo moeilijk om dat te leren. Je kan het leren samen met anderen. Vraag eens aan de pastoor wat er gebeurt in de parochie. En als het in de parochie niet gebeurt, wat gebeurt er in de dekenaat? En als je het dan nog niet vindt, kijk gewoon op internet. Er is zoveel. Ik verwijs dan altijd naar onze eigen website, kerknet.be, waar je heel wat kan vinden. Ook heel wat methodes waar je ingeleid wordt. Het is heel eenvoudig. Je neemt Google, je tikt in kerknet en dan een sleutelwoord dat je graag zou vinden. Bijvoorbeeld Bijbel, bijvoorbeeld Lectio Divina, bijvoorbeeld de psalmen. Gebed enzovoort. En dan krijg je heel wat inlichting, te veel om goed te zijn bijna, waar je mee op weg kan. Dus eigenlijk heb je toegang daartoe. En ik ben ervan verwonderd hoeveel mensen nog altijd onze eigen middelen niet kennen daarvoor. Gelukkig zijn er hoe langer hoe meer die kijken naar Kerknet. We werken daar ook heel hard aan om vorming te geven aan de mensen. Maar daarmee is misschien nog niet alles beantwoord. Jouw vraag kan nog ruimer zijn. Ik hoor mensen die zeggen, ik heb een gebedsleven. En met de familie doen wij huisliturgie. En toch,
de Eucharistie, ik verlang er toch echt wel naar, hoor. Het mankeert me. Hier zou ik dan een oproep durven richten tot onze politici. Het gaat in de eerste plaats om of er nu 15 of 20 mensen in de kerk mogen. Het is op zich al veel te weinig, denk ik. Waarom kunnen er niet meer mensen in onze kerken? Als je het proportioneel berekent, kan dat helemaal veilig zijn voor de gezondheid. Er zijn andere situaties waar meer mensen komen dan 15 in een gebouw. Gelukkig dat er meer mensen mogen gaan naar grootwarenhuizen. En ook in de scholen zijn er meer dan 15 mensen in een heel gebouw. Waarom zou het zo moeten zijn met onze kerken of religieuze plaatsen? Ik denk dat er meer mogelijk is. Maar misschien nog belangrijker dan dat, en als je het ziet op het vlak van de volksgezondheid, zou men moeten kunnen beter inschatten wat de godsdienst betekent voor heel veel mensen. Men komt meer en meer op voor die volksgezondheid. In de eerste lockdown ging het vooral om de fysieke gezondheid. Men heeft vrij vlug ingezien dat dat te eng was. Maar nu beperkt men volksgezondheid meestal tot de psychologische begeleiding, die natuurlijk heel belangrijk is. Onlangs, het was in de afspraak, werd er een pleidooi gehouden voor de mentale gezondheid van de studenten. Ik denk dat dat inderdaad heel belangrijk is. En ik was blij van het te horen dat men daarvoor opkwam. En in dezelfde uitzending kwam men ook op voor het belang van de cultuur voor de mentale gezondheid. Want die wordt nu toch wel wat onderdrukt. Inderdaad hebben sommige mensen meer nood aan cultuur dan aan een psycholoog om een evenwicht te vinden in die moeilijke periode. Ik kan me dat ook best inbeelden en ik kom er ook voor op. Maar ook de godsdienst is een dimensie in de mens die zo belangrijk is dat je die niet kan vervangen door iets anders. En daarvoor zou ik pleiten niet alleen dat er meer mogelijkheid is om deel te nemen aan onze liturgische diensten, maar ook dat mensen gemakkelijker, dat onze begeleiders, onze spirituele begeleiders, een gemakkelijker toegang zouden vinden in de klinieken en in de woonzorgcentra. Voor sommige mensen is dat toch wel essentieel. En ze verlangen daar meer naar dan naar de psycholoog. Het zijn allemaal dimensies die elkaar een beetje overlappen natuurlijk. Er was een procureur die onlangs getuigde, en ik vond dat ook heel mooi, hoeveel werk politiemensen doen om gewoon te luisteren naar mensen. Een politieagent, dat is niet alleen maar een controleur, die staat te kijken wanneer hij zijn eerste boete kan geven. Ik ken politiemensen persoonlijk, waarvan ik heb daar echt bewondering voor, wat die allemaal doen. Het is een sociaal beroep en ze doen het ook. Dat is niet hun eerste taak, maar ze doen het. Maar wij hebben mensen voor wie het de eerste taak is. Ze zijn daar ook voor getraind, om te luisteren naar mensen. Om een boodschap te brengen als het nodig is. Met heel veel respect voor wie wat is. En dat zijn toch verschillende antwoorden, vind ik, die meespelen in... Ik mis Eucharistie in de vasten. De vraag is, waarom? Kan ik niet meer gaan doen? Er zijn andere mogelijkheden. En dan, ik denk ja, dat ook onze politici hun verantwoordelijkheid moeten opnemen voor die dimensie die tot nu toe, denk ik, te veel ondergewaardeerd is. Vasten betekent in de traditionele zin dat we minder eten of geen alcohol drinken. Maar zijn er nog andere manieren om te vasten? En hebt u tips voor ons om dat concreet te maken? Ja, om echt het antwoord te verstaan dat ik zal geven, moeten we misschien eerst eventjes nadenken wat vasten eigenlijk is. Vasten is fundamenteel, ik druk het met mijn eigen woorden uit, het is fundamenteel, denk ik, een oefening in zelfbeheersing, het beheersen van primaire menselijke behoeften, waar je eigenlijk, als je er gewoon op ingaat, nooit helemaal aan voldoet. We leven in een maatschappij die precies het omgekeerde doet van wat vasten beoogt. We leven in een maatschappij waarin je onmiddellijk moet
onmiddellijk op al je behoeften moet kunnen antwoorden. Als je geld hebt, dan kan dat ook. Maar dat is geen menselijk leven. Wat er moet gebeuren in ons mentaal leven, in ons spiritueel leven ook, dat is dat we een overgang maken. Ik ga het eventjes moeilijker maken misschien, maar het zal niet lang duren. We moeten de overgang maken van behoefte naar verlangen. Vandaar dat vasten altijd zo belangrijk geweest is in de spirituele weg. Als ik onmiddellijk inga op mijn primaire behoeften van eten, slapen enzovoort, dan kom ik nooit tot een verlangen. Want ik heb dat verlangen eigenlijk niet nodig. Ik moet mijn behoeften inperken en beheersen om te komen naar een leven van verlangen. En dat heeft altijd te maken met relatie. Ik treed uit mijn eigen beperkte klein wereldje om in relatie te treden met andere mensen. En ook in relatie te komen met God. Het is niet toevallig dat Jezus op Aswoensdag, waar we het evangelie krijgen, waarin Jezus zegt, ja, vast als je alleen bent, bid als je alleen bent. En dan toon niet aan iedereen wat je aan het doen bent. Het gebed is eigenlijk naar God gericht. Het vasten is die zelfbeheersing, maar die moet ook in dienst staan van de andere mens. Dus je hebt het gebed naar God toe, maar je hebt ook in het evangelie dan de aalmoezen naar de medemens. Die twee, het bidden en het aalmoezen geven, dat houdt verband met het verlangen naar relatie. Het erkennen dat ook een andere mens die het moeilijk heeft, verlangt naar relatie. Ik kan daarop ingaan, maar ik heb ook relatie nodig. Dus we moeten vast, dat is eigenlijk het opentrekken van, in plaats van op zichzelf terug te vallen, het egoïsme, wat men in de Grieks noemt, de philautia, het zich alleen maar zichzelf beminnen, dat men komt tot de andere mens. In de ski heeft men daarvoor een mooie uitdrukking in het Frans. Faire la conversion. Ik weet niet wat de Nederlandse uitdrukking daarvoor is. Maar dus een skier die in feite la conversion, dat betekent ter plaatse gaat hij zich helemaal omdraaien in de andere richting, 180 graden. Dat is eigenlijk wat we moeten doen in de vastzijn. We vallen spontaan op onszelf terug en we draaien ons helemaal om naar de andere toe. Dat is toch wel heel belangrijk van dat te ontdekken. Het is dus niet toevallig dat, en ik denk dat we dat niet mogen vergeten, ook niet in onze cultuur, we mogen niet te lichtvaardig zeggen, ja, vasten, dat eten en dat drinken, dat is allemaal zo oppervlakkig. Het is helemaal niet oppervlakkig. Ik denk dat vasten daar inderdaad begint. En het is niet toevallig dat in alle godsdiensten vasten in de eerste plaats betekent inperken van eten en van drinken. Ook waken, dat komt daarbij, dus omdat wij eigenlijk nood hebben aan slapen. Het is niet zichzelf echt tekort doen. Het is zeggen, we gaan dat inperken zodanig dat er een ander verlangen kan naar boven komen. Daar komt nog iets bij, dat is dat vasten helpt om zichzelf beter te leren kennen. Je moet maar eens proberen van te vasten, heel vlug, komen er negatieve gevoelens naar boven. Er komt woede naar boven, waarvan je niet bewust was. Er komen verlangens naar boven die je normaal niet onderkent. Dus de vaste periode is ook een periode van zelfkennis. Ik perk bepaalde dingen in om met mezelf geconfronteerd te worden. En mij dan de vraag te stellen, wat doe ik daar eigenlijk mee? Dus in die zin is de vaste periode een heel rijke periode. En ik heb dus eigenlijk ook al een beetje geantwoord op je vraag van, gaat het alleen om eten en drinken? Nee, het begint met eten en drinken om meer tijd te maken voor relatie. Dus, want de leegte die er is, moet ik opvullen met iets positiefs. Anders zit ik gewoon alleen maar in de woestijn. Word ik alleen maar geconfronteerd met mijn negatieve gevoelens. Maar het evangelie zegt, nee, steek meer tijd in je godsrelatie, door het gebed. Steek ook meer tijd in aandacht voor de medemens die het nodig heeft. En dat is symbolisch, de aalmoes, maar dat kan natuurlijk heel wat meer zijn. De 40-dagen-tijd is een tijd van bezinning en boete, klinkt het in officiële teksten. Maar boete klinkt voor ons niet zo aantrekkelijk. Hoe moeten we dat begrijpen? Ja, de boete.
Het is misschien goed van te weten dat de boete is natuurlijk een traditioneel begrip in heel de Bijbel door. Hè. Maar het is eigenlijk in ons kerkelijk denken terechtgekomen door de Romeinse cultuur. Dat komt uit het rechtspreken in vooral met in de Romeinse opvatting. Schuld en boete. Je moet betalen wat je verkeerd gedaan hebt. Hè. Vandaar ook dat bij veel mensen nog ergens het beeld zit van God als rechter, als politieagent, die altijd maar gaat optellen. Dan zou je moeten in de vaste periode bijvoorbeeld je rekening vereffenen. Hè. Dan kan je eens naar de biecht gaan, de paasbiecht, en dan is het weer in orde voor een jaar. Dat is natuurlijk een heel enge opvatting van christelijk leven en mensen willen daarvan afstappen en ik kan het ook goed begrijpen. Ik heb onlangs aan iemand gevraagd, hoe zou je nu aan mensen uitleggen in een paar zinnetjes wat boete is vandaag. En ik zal herhalen wat hij mij vertelde, want het sprak me wel aan. Hij zei, het beeld voor de boete is een net herstellen. En ik zie dan inderdaad als het net is een visnet. Het visnet is, ons leven is eigenlijk het zijn allemaal touwen die door elkaar lopen van relaties. Dat net is gescheurd op bepaalde plaatsen. Onze relaties zijn niet perfect, nog naar medemensen toe, nog naar God toe. En wat is boete? Dat is dat net herstellen. Dat vraagt werk. We moeten aan die relaties gaan werken. De vasten periode is er niet alleen maar voor mezelf, ik probeer het voortdurend te herhalen. Het is in tegendeel, het is uit zichzelf treden naar God toe en naar de medemensen toe. En dus dat netwerk herstellen, dat is eigenlijk wat boete is. Ik denk dat je daar al een heel stukje mee op weg. Wat er daar kan in bemoedigen, en we zijn zo weinig christelijk, vind ik. We geloven eigenlijk niet dat we al verlost zijn. We denken nog altijd dat we moeten die verlossing verdienen. Maar ze is verdiend. Daar heeft Jezus voor gezorgd. Het is vergeven. Wat wij doen, dat is in de vergeving treden. Aanvaarden dat het zo is. Aanvaarden dat we verlost zijn. Aanvaarden dat we vergeven zijn. Maar eigenlijk geloven we dat niet. We denken nog altijd dat we het moeten verdienen, zoals in een rechtsstructuur, waar je moet schuld uitboeten. Dus de boete is eigenlijk een heel positief iets in de christelijke denken. Het evangelie roept ons op om vreugdevol in het leven te staan, ook tijdens de vasten. Maar hoe kunnen we vandaag vreugdevol zijn terwijl heel velen ziek zijn en terwijl er heel veel doden te betreuren zijn? Is die vreugde dan niet een heel klein beetje misplaatst? Je gebruikt het woord vreugde. Je hebt niet gezegd blij zijn. Daar ben ik blij om. Want dat is niet helemaal hetzelfde. Sommige mensen zouden willen dat je altijd blij bent. Ik denk ook aan bijvoorbeeld de publiciteit die men maakt voor de eigen religieuze congregaties. Daar moet je vandaag alleen maar blije mensen op zien, met een grote glimlach tot aan de oren. Ik vind dat dikwijls een beetje enerverend is, alsof het leven alleen maar blijheid is. Er zijn momenten waarop ik droef ben, waarop ik ernstig ben. Ook dat is het leven. Als ik met lijden in contact kom, dan kan het niet blij zijn in de betekenis van altijd de glimlach op hebben. Dan voelen de mensen zich niet verstaan. En inderdaad kan je dan zeggen, wat doe je met een vasten waarin men aandacht heeft voor het lijden? En dan zou nog de vreugde bijkomen. Met andere woorden, wat is de vreugde? De vreugde is in evangelisch gegeven. Vreugde gaat veel dieper dan vrijheid, blijheid. Ik kan ernstig zijn en toch dieper in mij een vreugde beleven
die eigenlijk de vreugde van de liefde is. Ik denk aan een moeder die haar kind verzorgt dat ziek is. Die moeder is niet blij dat dat kind ziek is natuurlijk. Maar ze is vreugdevol dat ze een kind heeft, waarvoor ze haar liefde kan uitdrukken door er zorg voor te dragen. Ook al is ze moe. Denk nu niet dat ik blijheid wil onderwaarderen. Blijheid is ook belangrijk. Ik denk aan een huisvader die zorgen heeft rond zijn werk. Hij zal misschien zijn werk verliezen. Hij is misschien zijn werk verloren in die coronaperiode. En hij moet toch spelen met zijn kinderen. Hij doet dat. Die huisvader is niet hypocriet. Je zou kunnen zeggen, ja, maar authentiek zijn, dat is je gevoelens uitdrukken. Ja, dat zijn spontane gevoelens zijn dat hij ongelukkig is en veel zorgen heeft. En toch is hij, speelt hij zogezegd blij en is hij misschien ook blij met zijn kind. Dus blijheid kan op haar plaats staan, ook al is het moeilijk en ook al heb ik andere gevoelens. Er zijn mensen die eigenlijk altijd moeten er goed uitzien als ze in het publiek komen. De journalisten moeten dat doen, de politici moeten dat ook doen. Als iemand heel de nacht op geweest is omdat zijn kinderen ziek zijn en hij heeft zwarte ringen onder zijn ogen omdat hij vermoeid is, dan zou men dat bij een vrouw wegmaquilleren en moet zij heel met een grote glimlach op het beeld komen voor de kijkers. Dat is geen komedie eigenlijk. Dat behoort tot de dienst die ze moet leveren, want de kijkers die willen mensen hebben die er goed uitzien. En dat kan heel lastig zijn voor de persoon. Dus de blijheid heeft ook haar plaats in deze wereld, maar je moet alleen maar weten wanneer je blij bent en wanneer je niet gaat spelen op een onnodige manier. Evangelische vreugde komt van elders. Ik vind dat een mooi voorbeeld, als je een beeld wil, dat bijvoorbeeld de zusters van de heilige Teresa nu van Calcutta zijn, dus de Sisters of Charity die we in Gent ook hebben, gelukkig. Als je ziet werken in Calcutta, mensen oprapen van straat, op de straat die zullen sterven, die niet verzorgd zijn, die vuil zijn. En men zal ze wassen en erbij blijven tot ze overlijden, omdat ze toch tenminste in die laatste dagen of uren van hun leven toch nog een menswaardig bestaan mogen meemaken. Die zusters zien er niet triestig uit. Medelijden is niet even vuil worden als de mensen die je gaat verzorgen en even triestig zijn als hen, want daar hebben de mensen ook niks aan. Dan voeg je alleen maar problemen eraan toe. Zij beleven een vreugde die terzelfde tijd, want voor hen is het de vreugde van het geloof, ze zien Jezus in de naaste, en dat vervult hen werkelijk met licht. Ze zijn licht voor die mensen. Ze kunnen ook glimlachen naar die mensen, ze doen dat ook, omdat die mensen dat nodig hebben. Maar dat is een veel diepere vreugde dan een oppervlakkige blijheid, die men veel te veel toont op de reclames en de publiciteit vandaag. Tot die vreugde worden we uitgenodigd in de vasten. Ik heb hier een passage genoteerd van de heilige Benedictus, die een mooi hoofdstukje geeft over de vasten en zijn regel. En je luistert maar even. Hij zegt het volgende. Ieder kan uit eigen beweging en met de vreugde van de Heilige Geest aan God iets aanbieden dat boven de mate van zijn verplichting uitgaat, door namelijk zijn lichaam wat voedsel te ontzeggen, wat drinken, wat slaap, wat praten, wat schersen. En laat hij dan met de vreugde van het verlangen dat uit de geest is, twee keer dezelfde uitdrukking, uitzien naar het heilig paasfeest. Dus de vasten is de periode waarin we ten eerste niet vergeten dat we eigenlijk mensen zijn die al verrezen zijn. We zijn aan het verrijzen met Jezus. Het paasfeest is niet alleen maar iets van de toekomst. We leven er al van, we leven er iedere zondag van. Maar tezelfde tijd gaan we er naartoe in de vreugde van de geest. En dat is ons gegeven, dat maak ik niet zelf. Dat is geen blijheidsspelen. We hebben het recht op die vreugde. Die is ons beloofd in het doopsel. En we kunnen daarvan leven. En ik zou zeggen, de vastenperiode is ook een periode waarin ik ga zien, leef ik echt van die vreugde of ben ik er nog niet aan toe? Maar ik kan er naartoe groeien.
De 40-dagen-tijd is ook de periode waarin doopleerlingen of catechumenen zich voorbereiden op het ontvangen van de initiatiesacramenten, doopsel, vormsel en voor de eerste keer eucharistie. Wat kunnen zij betekenen voor ons als gedoopten en voor onze geloofsgemeenschappen? Ik ben vorig jaar voor de eerste keer met catechumenen in contact gekomen, na mijn lang leven elders. Dat heeft veel indruk op mij gemaakt. En ik denk dat dat misschien, wat ik zelf beleefd heb, een antwoord kan zijn op je vraag, ook voor andere mensen. Ik ben ervan bewust geweest, wat betekent het eigenlijk vandaag om je te laten dopen? Om je daarop voor te bereiden? Om je voor te bereiden op wat eigenlijk essentieel is in ons leven als christen. We zitten natuurlijk, voor de meeste van ons nog, we zijn christelijk opgevoed geweest, min of meer. Maar vandaag is dat niet meer zo. Wat betekent dat voor die mensen? Dus ik was heel, heel tevreden van ze te leren kennen. Maar ja, het is gebleven bij één keer. En toch heb ik dat met mij meegedragen. Ik heb een paar keer geschreven naar de catechumenen die zich voorbereiden op het doopsel. Ook als ik voelde dat het doopsel niet zou doorgaan met Pasen vorig jaar, met de lockdown. Ik voelde dat heel sterk zelf aan. En het feit dat we meer volwassen dopen hebben dan vroeger, dat gaat ook gestaag vooruit eigenlijk in ons land, is dat toch wel een uitnodiging van wie ben jij als christen? Als andere mensen zich voorbereiden om christen te worden. Wat wel waar is, en dat is dan misschien het voordeel van mijn monnikenleven geweest, omdat wij leven met de liturgie natuurlijk, wij leven van de liturgie. Ieder jaar, en nog altijd, sta ik vol bewondering voor het werk dat men gemaakt heeft aan de nieuwe liturgie na het Tweede Vaticaans Concilie. De hele vaste periode door is eigenlijk een lange catechese naar het doopsel toe en naar Pasen toe. De twee gaan samen trouwens. Dus ik zou zeggen, als je je eigen christelijk leven opnieuw wil doormaken, ja, kijk dan maar of lees en bid de teksten van de liturgie en doe het dan in communio met mensen die zich daar voor de eerste keer op voorbereiden. Het is zo gemeenschapsvormend. Het is belangrijk dat de catechumenen weten dat zij niet elk voor zich een weg gaan naar het doopsel, maar dat we dat samen doen. Voor mij betekende in ieder geval zoiets. Ik voel een grote verantwoordelijkheid naar hen toe. Niet alleen maar als bisschop, maar gewoon als christen. Dat mensen die stap zetten naar God toe, is toch niet zo evident? En er zijn zoveel vragen rond godsdienst en instituut enzovoort. Ik zal ze niet opnoemen, iedereen kent ze. Maar waar het eigenlijk om gaat en dat mensen daardoor gegrepen zijn, dat is eigenlijk iets fantastisch. En het brengt mij terug naar mijn eigen beginpunt in het geloof. En het is telkens een uitnodiging om het opnieuw te gaan doen. Een van de elementen van de paaswaken is de hernieuwing van de doopbeloften. Waarom moeten we dat elk jaar opnieuw doen? We hebben al de kans gehad om even te spreken over het belang van de catechumenen in de vaste periode, dat we samen met hen groeien naar Pasen toe. Pasen is inderdaad het beste moment om gedoopt te worden. Als dat kan met volwassenen op Pasen, dan is dat heel sprekend voor iedereen. Daar tonen we dat ze echt in de gemeenschap opgenomen zijn, dat we daar ook solidair in zijn, dat we hen daarin willen helpen. Het doopsel is een kwestie van dood en verrijzenis. We sterven aan de oude mens, zoals Paulus zegt, en we bekleden ons met de nieuwe mens die Christus is. We beginnen ergens een nieuw leven met een toekomst zonder einde.
We hebben gezien dat de vasten een hele voorbereiding is van Pasen. Dat zie je heel goed in de lezingen van de liturgie. Het is een doopse catechese. Het is goed dat we dat ieder jaar opnieuw beleven. Het is goed dat we ieder jaar die teksten van het catechumenaat, dat we die ons opnieuw eigen maken in de vaste periode. Het is dus ook goed dat we op Pasen zelf ons doopsel als het ware opnieuw gaan beleven. Waaraan heb ik mij geëngageerd? Misschien op latere, bewust op latere leeftijd, als ik als kind gedoopt werd. Maar wat heb ik eigenlijk beloofd daarin? Waarover gaat het eigenlijk? In Norval hadden we de gewoonte van de eerste dag van de vasten onze de formule van onze plechtige geloften opnieuw uit te spreken. Dat is een beetje hetzelfde eigenlijk. Waaraan heb ik mij verbonden als ik dat gedaan heb? Daar gaat het over de monastieke belofte. Ik zou zeggen, het is misschien ook goed dat de koppels eens herkijken. Wat hebben we eigenlijk beloofd? Welke formules hebben we daarvoor gebruikt? Hebben we in de mond genomen, naar elkaar toe? En alle christenen doen dan op in de paasnacht met het doopsel. Het is geen verplichting. Men is niet verplicht van deel te nemen aan de nachtwaken om de doopselgelofte opnieuw uit te spreken. Maar het is goed van dat te doen. En dat, we doen het eigenlijk ook voor een stuk in het credo, iedere zondag. Hè? Dus in de geloofsbelijdenis. Want iedere zondag is een dag van verrijzenis, opnieuw. Daar is het ook verbonden met het doopsel eigenlijk. Maar dan in die plechtige nacht, die ja, voor de mensen die het meemaken altijd heel bijzonder is. Dat je daarop, dat je daar zegt, we beleven niet alleen de verrijzenis van Jezus, maar ook onze eigen verrijzenis. Die begonnen is met het doopsel. Ja, dat is toch heel, heel belangrijk, vind ik. En we doen het in gemeenschap met de catechumenen, we doen het met de medegelovigen. Die het al jaren beleven enzovoort.